Zwaar kloten. Kijk, je wil gewoon je best doen. Je speelt tegen een topspeler. Ik heb nog niet zo vaak op dit soort toernooien gespeeld. En dan is het zwaar kloten om met verlies van de baan te stappen. Wat ging er mis? Ik kreeg na de 3 games begon de kramp in beide kuiten te sluipen. Ik denk dat het door de spanning kwam, door de excitement in zo'n stadion. Ik bedoel, normaal speel ik echt op de future toernooien waar maximaal een hond langs de baan zit. Je had kramp, is dat de spanning? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, ik heb nog niet veel gedaan vandaag. Na 3 games is het niet normaal om in de kramp te zitten. Het was ook in beide kuiten. Dus ja, ik heb genoeg gedronken, genoeg goed voorbereid. En dan denk ik dat het te veel spanning in zit. En had hij het door, je tegenstander, die Brit? Had hij door dat er wat te halen viel door je kramp? Ja, het is sowieso een erg goede speler. Die staat al behoorlijk lang hier aan de top. En die ruikt het natuurlijk gelijk. Die ziet gelijk van die jongen, die komt niet meer goed de hoek in. Die speelt ook nog wat extra de baan uit. En laat hij het mij voelen eigenlijk. Yeah.